Geen tijd om te schrijven, maar wel het verlangen om te schrijven. Ik voel met u mee en daarom heb ik een tip voor u. Wanneer u gaat schrijven, beslis dan hoeveel tijd u eraan gaat besteden. Een half uur, 2 uur, 3 uur, maar begin klein. Half uur is al veel. Dus dan weet u, zo laat moet ik ophouden. En u zult zien, in dat half uur wilt u geen afleiding, gaat u niet naar buiten kijken. Want u weet, de tijd is beperkt. Schrijf, schrijf, schrijf. En zo doet u in dat half uurtje meer dan u misschien in een hele week op papier zet. Zo gaat het goed. Kleine stappen, groot resultaat. Kijk voor meer tips en inspiratie op indischeschrijfschool.nl.